Rubis West Indies Limited heeft vandaag een brandstofterminal geopend, de Tulifo, en wordt hiermee de nieuwe brandstofleverancier in Suriname. De regionale brandstofleverancier opereert reeds in 18 landen in het Caribisch gebied en is in Suriname een samenwerking aangegaan met Roy Boudou Enterprises. De opening van de brandstofterminal is feestelijk geschied en heeft veel zakenlieden aangetrokken. Ook de minister van Handel, Industrie en Toerisme woonde de opening bij. Een zeer emotionele Roy Boudou, directeur van Roy Boudou Enterprises, kon zijn blijdschap niet op. Hij praat van een belangrijke mijlpaal voor zijn bedrijf. Dames en heren, ik voel me nu echt veilig, echt thuis. Met Rubis kan ik nu garanderen dat RWE de marktleider gaat worden in Suriname. Ik heb nu dus. Als Rubis hier investeert $15 miljoen op een terminal tegen iemand, een ondernemer in Suriname, tegen 0% garantie. Zo'n vertrouwen heeft Rubis in mij gesteld. Bij deze. Wie gaat nu in die tijd $15 miljoen investeren op perceel? Waar je geen toekomst hebt? Waar je geen vertrouwen hebt? Wel, Rubis heeft in mij vertrouwd. En ook in de staat Suriname. En vertrouwen. Vertrouwen en eigen kunnen. En we gaan ervoor. Er is veel werk vooraf gegaan aan de totstandkoming van de brandstofterminal, zei minister Sang tijdens zijn toespraak. De opening van de benzineterminal zal volgens hem een spin-off effect hebben op de Surinaamse economie. Zo wordt er werkgelegenheid geschept, terwijl ook de concurrentie op de brandstoffenmarkt eerlijker wordt. With the economy already attracting and with the exciting development in oil and gas in our neighboring country, Guyana, and also in Suriname, there is no doubt that Suriname is at the forefront of steady and increasing economic growth. Mr. Nichols mentioned it already. We will be needing much more energy to grow all sectors in this region. And the only way to make sure we achieve this is if we work together with old and new partners. Therefore, we warmly welcome Rubis in Suriname. We would like to thank RBE, Roy Boudou Enterprises, and I'm hoping we may grow together to higher heights even more, and dreams do come true, Mr. Boudou. I specifically want to thank you for fixing the road in your social responsibility program, and I promise to keep it short. So in conclusion, I want to congratulate Rubis and the entire team with this milestone. I look forward to many more milestones. I want to congratulate Roy Boudou Enterprises, and I want to congratulate Suriname. Minister Steven Sang van Handel, Industrie en Toerisme vandaag bij de opening van de brandstofterminal van Rubis West Indies Limited in samenwerking met Roy Boudou Enterprises, de Tulifo.